De gemeente Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en Gelderland, de regio Rivierenland, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden om de verkeersdoorstroming op de A2 te verbeteren. Het onderzoek moet de grootste knelpunten inzichtelijk maken tussen Deil en Vught, zodat gezocht kan worden welke maatregelen en oplossingen er op de korte, middellange en op de lange termijn mogelijk zijn. Het onderzoek duurt tot het voorjaar van 2017.